Maar is het niet een beetje te veel voor een kwartiertje? 25.000 euro. Ja, voor dat trio. Vragen ze 25.000 euro? Toch tegen hier backstage op. Hoe voelt dit? Ja, fantastisch. Ik heb net gegeten in de bedrijfskantine. Ja. Hoogtepunt. Saté. Dat is echt zo'n typische artiestenmaaltijd. Nou ja, eigenlijk nog slechter dan Wilders in de kantine, als ik heel eerlijk ben. En daar liepen ze allemaal rond. Wolter Kroes, Frans Bauer, John de Bever. En ik liep er gewoon tussen. Kijk hier met mijn polsbandje. Hier, artiest. Kijk, hier staat het gewoon. Artiest. Eerlijk? Had je dit een jaar geleden durven dromen? Nee, dat is mijn droom die uitkomt. Wilfred Gené op het Tros Muziekfeest? Ja, ik vind het echt een hoogtepunt. Ik voel me zo. Jullie hebben nieuwe collega's bij. Ja, leuk. Hoe is dat? Ja, ik ken Wilfred, ze zo vaak in het programma gezeten. En Wesley ken ik ook hartstikke goed. En deze hebben het meegedaan met Sterren Dans op het IJs. Ik ken de mannen heel goed. Is het een compliment voor de Nederlandstalige muziek dat zij hier staan? Nou, ik vind gewoon als je een plaat hebt uitgebracht en je vindt het leuk. En je kunt het promoten, moet je er alles aan doen gewoon. En heb je nog een perfecte tip voor ze? Een paar zanglessen nemen, komt het altijd goed. En ze vragen 25.000 euro hè, per optreden. Zijn ze dat waar? Dat vraag ik ook voor een half uur, dus geen probleem. Dit was jouw droom. Ik kan sterven. Maar kijk, ze zeggen toch vaak Napels zien, dan kun je sterven. Ja, is dit is een beetje Ude, het muziekfeest op het plein. Maar kost dit nou 25.000 euro? Ja. Ze hebben 25.000 euro betaald om jullie hier... Nee, vandaag kost het niks, omdat het nu gewoon voor een nummerpromotie is. Ja. Maar normaal gesproken wel. Maar bijna 24.000 euro gaat naar Heesvlauw. Maar het meeste geld gaat naar Wesley, maar dat komt, hij wil eigenlijk niet optreden. Nou ja, hoezo niet? Dit wil hij toch? Hoe kwam hij naar het podium? Hij zit er een beetje dubbel in. Hij vindt het aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant zegt hij ook zoiets, ja, maar ik wil trainer worden, ik wil een beetje serieus genomen worden. En ik wil helemaal niet serieus genomen worden. Maar het is zenuwachtig. Heel erg. Het is net of dat je Champions League speelt of zo. Ja, was wel, maar wel leuk. Maar waar merk je dat dan aan, dat je zenuwachtig bent? Moest je veel naar het toilet? En Nee, dat niet. Ik ben wel duchter, maar als je op een gegeven moment daar op moet staan, er staan heel veel mensen daar. Dat is wel moeilijk. Ik heb net staan kijken. En hoe vond je het? Nou, ik vond het heel goed. Ik vond wel Wesley. Heel goed? Ja, nee. Ik vond Wesley gewoon echt de volkszanger. Die stond zo. En ik vond Andy van der Meijden stond echt als een artiest met zijn oortjes te kloten zo. En ik vond, ik denk dat Wilfred, die heeft de avond van zijn leven. Want dan kan je 200 talkshows doen. Maar ik zie gewoon als een kop dat hij eigenlijk hier wil zijn. Dan zie je het hem ook doen, want... Dus Wilfred, jij wil dus eigenlijk Jeroen van de Boom zijn. Dus dan had je Louis van Gaal moeten interviewen en dan moeten zingen... Louis, jij man van veel gezichten. Maar ze vragen wel 25.000 euro hè, voor een kwartiertje. Ja, Gerard en ik 45, dus dat hebben ze nog maar zo. Met z'n tweeën, als duo. Met z'n tweeën als duo en Jan erbij. Maar is het niet een tikkeltje veel? Wij staan gratis. Hey, maar is het niet een beetje te veel voor een kwartiertje? 25.000 euro. Ja, voor dat trio. Vragen ze 25.000 euro? Ja, voor een kwartiertje zingen. En het meeste geld gaat naar Wesley. Ja, die is duur. Maar die heeft ook het meeste geld verdiend. Maar voetbal niet dan ook. Ga het een beetje hoog houden. Dat zou ik betalen.